Mijn naam is Martijn van Dam. Ik ben eigenlijk een van de initiatiefnemers van de Nederlandse Datakluis. Hiervoor was ik de afgelopen 5 jaar bestuurder van de Nederlandse publieke omroep. Daarvoor staatssecretaris voor Economische Zaken en lid van de Tweede Kamer. En daar eigenlijk al veel en vaak betrokken geweest bij allerhande privacy vraagstukken. En de afgelopen 5 jaar zag ik eigenlijk weer van dichtbij, zeg maar, hoe we met z'n allen met data omgaan. En er groeide voor mij steeds verder het besef eigenlijk dat dat anders zou moeten. Dat is voor een deel, denk ik, in deze groep preaching for the parish, zoals we dat noemen, preken voor eigen parochie. Maar ik ga het toch doen omdat het een klein beetje vertelt over het waarom. Wat is nou eigenlijk de reden dat we dit initiatief zijn gestart? Want je zag het initiatief komt voort eigenlijk uit de 5 grote mediabedrijven van Nederland. Naast de NPO's aan het RTL en Talpa en DPG en Mediahuis. Voor wie dat niet kennen, DPG is de uitgever van onder andere de Volkskrant, AD, Trouw en zo'n beetje elk tijdschrift wat we nog op de Nederlandse markt hebben. Mediahuis is vooral bekend als de uitgever van de Telegraaf. In hetzelfde concern zit ook NRC. Dat zijn eigenlijk allebei Vlaamse uitgevers, maar met een groot zwaartepunt in Nederland. En die bedrijven lopen natuurlijk in de markt al een aantal jaar tegen een aantal situaties aan. Maar hebben, doordat ze allemaal eigenlijk met data te maken hebben, de manier waarop we met data omgaan, zien ze ook wat dat maatschappelijk voor effect heeft. En hebben ze eigenlijk in de loop van vorig jaar gezegd, we zijn al een paar jaar over in gesprek met elkaar, en ze hebben in de loop van vorig jaar gezegd, we moeten daar iets aan gaan doen. Dit is eigenlijk een van de redenen. Ik zei al, dit voor een deel kan ik snel door het begin van het verhaal heen, want dat zal voor deze groep bekend terrein zijn. Maar we vertellen het altijd omdat we merken dat het nog steeds lang niet voor iedereen bekend terrein is. Dat heel veel mensen eigenlijk nog steeds niet goed beseffen wat er gebeurt met je persoonlijke data. En wat het vertelt over je. Nou, daarom is dit altijd onze eerste sheet. Realiseer je waarbij je allemaal data achterlaat. Nou, bij alles wat je doet. Alles wat je kijkt, klikt, leest, luistert, koopt. Elke beweging die je maakt, letterlijk door het land, je locatie. Alles wordt opgeslagen en alles wordt opgeslagen om algoritme te voeden, om te voorspellen wat jij waarschijnlijk leuk vindt, wat je zou willen kijken, luisteren, kopen. Daar doen wij als mediabedrijven, als ik nog even als wij mag spreken, natuurlijk enthousiast aan mee. Want het is de beste voorspeller van welke video je hierna zou willen zien. Welke podcast je mogelijk zou willen luisteren. Alleen, mediapartijen in Nederland lijken hele grote partijen, maar op wereldschaal zijn het eigenlijk hele kleine partijen. Vergeleken met de dataverzamelingen die met name Google en Facebook hebben aangelegd, is het allemaal vrij weinig. Zij zijn de partijen die echt alles op allerlei vlakken over je weten, omdat bijvoorbeeld Google in zo'n beetje elk apparaat zit en Facebook ook een netwerk heeft opgebouwd waarbij ze op vrij veel punten op het internet data over je opbouwen. Dan zeg ik in een groep met mensen die wat minder thuis zijn in deze wereld altijd, wie denkt dat Google en Facebook techbedrijven zijn? Dan gaan meestal alle handen omhoog. Google verdient 85% van zijn omzet aan advertenties, Facebook 98%. Het zijn advertentiebedrijven. Ja. Ze gebruiken die data natuurlijk zelf, maar verkopen ze die data ook? In feite is dat wat ze doen. Ze verkopen die data eigenlijk ten behoeve van advertenties. Aan andere bedrijven. Met name ten behoeve van advertenties. Dat is het primaire businessmodel voor deze bedrijven. Ja, ja voor onszelf. Maar de advertentieruimte verkopen. Maar je kan ook net zoals bij, hoe heet het bedrijf in Engeland ook weer, dat die data gekocht had van Komt zo langs. kijk, het heeft, als je goed doorkijkt, zijn we natuurlijk in een economische situatie terechtgekomen die niet gezond is. En namelijk data is een van de belangrijkste nieuwe currencies geworden. En er zijn een paar partijen in de wereld die daar verreweg het meest van hebben. En die positie dus ook monopoliseren. Dus een monopolie krijgen op een aantal delen van de markt. En dat gebruiken één eigenlijk door dwingende voorwaarden op te stellen. Namelijk je hebt gewoon de voorwaarden van hun dienst te accepteren. Omdat uiteindelijk toch bijna iedereen WhatsApp gebruikt, klikt iedereen op ja. Want anders zit je niet meer in de groep van de klas van je kinderen of in de groep van je voetbalteam of weet ik veel wat. Je kunt enthousiast zeggen, we kunnen ook over op Signal, maar ik heb mijn best gedaan. Het helpt niet echt.
Het leidt tot een winner-takes-all markt. Namelijk als je de data in handen hebt, dan domineer je. Nou, dat zie je in de advertentiemarkt. Bij de Nederlandse mediabedrijven hadden in 2015 nog meer dan de helft van de digitale advertentiemarkt in handen. Inmiddels is het minder dan een kwart. Dat is wat er aan het gebeuren is. Dat betekent ook dat je eigenlijk als je een nieuw initiatief start, een nieuw bedrijf start en je wil iets met data, ben je eigenlijk kansloos. Omdat als je serieus een positie opbouwt, dan reken er maar op dat er één van twee dingen gebeurt. Namelijk of je wordt overgenomen. Dat vinden de meeste van die startups heel fijn, want dat is waar het vaak om te doen is. Of je wordt uit de markt geduwd door een alternatief. Dus er is eigenlijk geen serieuze kans meer voor kleine en middelgrote bedrijven. Geen kans meer dus ook voor de lokale markt hier. Wij moeten het doen eigenlijk binnen het kader, binnen de context van wat er door Big Tech gecreëerd is. Vendor lock-in, evident. Grote privacy risico's zitten niet zozeer bij die Big Tech. Maar een paar weken geleden werden we heel eufemistisch geïnformeerd dat er sprake was van een datalek bij een marktonderzoeksbureau. Wat in feite een dataroof was van, ik geloof, de gegevens van minstens 2 miljoen Nederlanders, waar echt zeer gevoelige data tussen zat. Onder andere ook over medische achtergronden van mensen. Dat is wat we krijgen door het huidige model. Doordat ook allerlei lokale partijen denken dat het een heel goed idee is om zoveel mogelijk data op te slaan. En daarom zei ik, hij komt langs. Het heeft maatschappelijke gevolgen. Wie zich afvraagt waarom onze democratie is gaan trillen op zijn grondvesten. Als je begrijpt wat we met persoonlijke data aan het doen zijn, dan snap je wat het effect daarvan is. Namelijk die data voeden algoritmen. Die algoritmen zijn eigenlijk op dit moment de belangrijkste curatoren in de wereld van nieuws en informatie. Dus iedereen die, ik weet niet wie het gezien heeft, maar ik raad jullie allemaal aan. Vorige week heeft Yuval Harari een fantastische speech gehouden over wat het echte risico is van AI. En ze zijn allemaal bang dat AI, sommige mensen zeggen dat AI op een dag de mensheid uitroeit. Hij zei, dat is niet het verhaal, dat is namelijk niet nodig. AI heeft namelijk de sleutel gevonden om mensen eigenlijk te programmeren en dat is al lang gaande. Namelijk door het cureren van nieuws en informatie op een manier waar eigenlijk hoofdzakelijk tot nu toe commerciële motieven achter zitten. Maar dat leidt wel tot filterbubbels, echokamers, het versterken van de meest extreme geluiden in de samenleving. En we hebben gezien dat je dat waartoe kan leiden als het gewoon passief gebruikt wordt. Alle discussie rondom COVID was gewoon om, werd aangejaagd hoe de algoritme werkte. Cambridge Analytica heeft laten zien dat je het ook actief kunt inzetten en erop kunt sturen. Met alle gevolgen van dien voor onze democratie. Lang verhaal kort, we citeren altijd graag Tim Berners-Lee als de man die ooit het concept van het World Wide Web bedacht heeft. Die zei, we zijn de controle over onze persoonlijke data kwijt. We vertellen er tegenwoordig bij, omdat we merkten dat er eigenlijk in belangrijke delen van de markt en het veld wat hiermee bezig is, vaak verwarring was over wat is nou eigenlijk een datakluis, waar gaat het over, over welke data hebben we het? Ze zeggen, ja, we onderscheiden grofweg en het is altijd een benadering, hè, dus er zijn vast, zeker onder jullie als deskundigen, meer categorieën. Wij onderscheiden grofweg vier categorieën aan data. Dus identity data, die gewoon vertelt wie je officieel bent. Verified data, officiële gegevens vastgesteld, geauthenticeerd en gewaarmerkt. Declared data is wat je zelf hebt opgegeven. Hoeft dus niet waar te zijn. Sterker nog, vaak als je mensen in marktonderzoek vraagt wat ze belangrijk vinden, aantrekkelijk vinden, weten we dat ze niet helemaal precies de waarheid vertellen. Althans, hun perceptie van de waarheid, maar wat natuurlijk echt vertelt, hoe je echt in elkaar zit, is je behavioral data, je gedragsdata. Dat is de belangrijkste voorspeller eigenlijk online van wat je doet. En dat is ook waarom wij, gezegd, onze focus ligt eigenlijk op deze twee categorieën. Dit zijn de categorieën die voor media het meest relevant zijn, die voor andere commerciële sectoren ook het meest relevant zijn. Retail, et cetera, et cetera. En waarvan wij vinden dat de grootste privacy-risico's eraan zitten. Want ik zeg altijd, dit vertelt wie je officieel bent, dit vertelt wie je echt bent. Namelijk al je voorkeuren, al je gedrag en je gedrag online onthult wat je opvattingen zijn, wat je interesses zijn, wat je smaak is, et cetera, et cetera. Dit is ook wat ons onderscheidt van zo'n beetje alle datakluisinitiatieven tot nu toe die we kennen in de markt. Neem bijvoorbeeld het Vlaams datanetsbedrijf, dat is opgericht, Atumi heet dat nu. Eigenlijk starten ze bijna allemaal hier. Het is bijna altijd een identiteitsvraag aan het begin.
KYC-processen gaan eigenlijk allemaal over dit. En daarvoor worden kluisjes ingericht. Onze aanvliegroute is precies andersom. We zeggen, we beginnen bij de data die, waar eigenlijk de grootste privacyrisico's aan zitten. En die het belangrijkste zijn uiteindelijk voor media. En die uiteindelijk ook de meeste waarde genereren op het internet. En dat is behavioral data. En declared data is daar eigenlijk een prettige toevoeging van. En is iets makkelijker te verwerken. Nou, het kan anders. We hoeven die data niet op allerlei plekken op het web op te slaan. We hoeven ze niet op te slaan in bedrijfssilo's. Nou, we kunnen ze van eigenlijk business-centric terugbrengen naar human-centric. Kun je die data nou allemaal gaan opslaan rondom jou als individu? Dus we praten heel vaak over decentrale datamodellen. In feite, als je het vanuit het individu bekijkt, is het juist omgekeerd. Is het centraliseren van je persoonlijke data. Namelijk bij jou, in plaats van dat die overal verspreid ligt bij allerlei bedrijven waarvan je niet precies weet wat ze ermee doen en of ze hem goed beschermen. En dat creëert een heel ander soort marktmodel. Omdat als je de data loskoppelt van de dienst, dan kun je ineens die data in gaan zetten over verschillende diensten. Regie volledig in handen van het individu. Jij bepaalt welke data je deelt, met wie, voor welk doel, voor hoe lang, et cetera. Nou, dat leidt tot een aantal voordelen. Dus ik zei, je kunt switchen tussen diensten. Je kunt die data meenemen van de ene dienst naar de andere. Je kunt data van verschillende diensten weer bij een andere dienst inzetten. Innovatie. Je kunt een nieuwe toepassing bedenken. Je krijgt toegang tot dezelfde data als al die grote bedrijven. Je hebt één single source of truth. Één plek waar al je data bij elkaar gebracht is. En omdat je de controle, de regie aan het individu geeft, is het eigenlijk direct privacy-proof, wat voor veel bedrijven ook een belangrijke trigger is om dit te willen. Omdat ze eigenlijk steeds meer, terecht zeg ik er altijd bij, tegen de grenzen van de GDPR aanlopen. Dus dit was uiteindelijk de achterliggende motivatie, ook voor mij, maar ook voor mijn collega's die hierbij betrokken zijn, om in het najaar te zeggen, we praten hier al best lang over binnen de media. We moeten eigenlijk stappen gaan zetten om dit voor elkaar te proberen te krijgen. Vanuit maatschappelijke intentie en tegelijkertijd ook gewoon omdat ook mediabedrijven zien dat het model waar ze in terecht gekomen zijn, een markt die eigenlijk steeds meer gedomineerd wordt door Big Tech, ook voor hen op langere termijn geen houdbaar model is. Dus dat er ook echt een kanteling moet gaan plaatsvinden. Dus die bedrijven hebben gezegd, we delen de visie dat het uiteindelijk naar een datakluismodel toe gaat. Laten we met elkaar gaan proberen om het te ontwikkelen. En om er onderzoek naar te doen, omdat we ook zien dat het is er nog niet. Het is ook nog niet op het niveau waarop wij het nodig hebben. We moeten naar een werkende infra op schaal en onderzoeken of we dat zo kunnen toepassen dat er ook een gezond businessmodel uit te maken valt. Dit is daarom de kern van ons plan. We hebben gezegd, we ontwikkelen aan de ene kant een datanutsvoorziening. Goed gekopieerd van het Vlaams datanutsbedrijf, maar ook bij ons eronder ligt is niet alleen technologie, ik zal zoiets meer over laten zien, maar ook ingebed in een non-profit organisatie, eigenlijk een neutrale faciliterende partij aan de ene kant. Aan de andere kant, we beginnen met media als perfecte launching customer. Media hebben heel groot bereik, kunnen dus bijdragen aan snelle adoptie, maar voor media zal het zijn waarde moeten bewijzen. Dus we hebben een aantal use cases eigenlijk gedefinieerd op basis waarvan we zeggen, ja, daarmee kunnen we eigenlijk die waarde gaan onderzoeken en waarde gaan creëren. Klein beetje de diepte in. Misschien niet, ik waarschuwde al aan het begin, misschien niet ver genoeg voor deze groep. Maar ik ga jullie proberen een soort eerste indruk te geven van wat het ongeveer zou moeten zijn. Datanutsvoorziening is meer dan, zei ik al, is meer dan alleen technologie. Het gaat om de data semantics, interoperabiliteit van data. Daar moet je nog een heleboel aan doen. Want uiteindelijk heeft niemand ergens standaarden gedefinieerd natuurlijk. Iedereen slaat alles op zijn eigen manier. Maar dat is wat meer de technische kant. En deze kant gaat meer over de organisatorische kant. Dus je moet dat inbedden in een governance waarin de belangen van de individuen geborgd worden. Waarin de belangen van verschillende partijen die het gebruiken geborgd wordt. Je hebt een heel juridisch framework nodig op basis waarvan je data opslaat en individuen data laat delen. En dat moet allemaal nog ontwikkeld worden. Dat staat eigenlijk allemaal nog in de kinderschoenen. We zeggen, het ging net over die technologie, infrastructuur. Het is een
Wat vereenvoudigde weergave uiteraard van de hoofdcomponenten die wij onderscheiden. Maar zeg, het is uiteindelijk veel meer dan een datakluis. Een datakluis is, als ik dat, misschien is het wat oneerbiedig, maar het is niet het spannendste deel van de infrastructuur. Het spannendste deel zit hier, die twee elementen. En waar dat over gaat is eigenlijk het filter wat je toepast op het moment dat een bedrijf, een maatschappelijke organisatie zegt ik zou bepaalde data willen uitlezen van het individu, is de eerste vraag, mag dat? Zowel van wetgeving als van de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben die onder dit model komen te liggen en die dienen om het individu te beschermen eigenlijk tegen overvragen. Dus die vraag stellen we eerst voordat we hier naartoe gaan. En dan zeggen, wat wil je eigenlijk zelf? Dus macht aan het individu, ja, maar ook een beschermlaag eigenlijk voor het individu. Nou, dat wordt vertaald eigenlijk in een technische architectuur die een stuk verder de diepte ingaat dan dit. Maar dit laat een beetje zien wat de hoofdfunctionaliteiten zijn die we daarin onderscheiden. Geen vraag over petabytes, hè? Nee. Wordt het allemaal open source? Is onze bedoeling. Gewoon ja, is ook goed. Nou ja, wij hadden naar de voorgesprek, daar maakte ik het grapje over petabytes. Want ik kreeg meteen de vraag, hoeveel data gaan jullie eigenlijk opstrakken? Ik zei, I don't know. op dit moment in de huidige markt is de... kijk, ze hebben gezegd dit, hè? We kijken nadrukkelijk naar Solid. Solid is een open standaard. Dus het moet een open standaard zijn, dat één. Want het moet een sowieso van hoe we de technologie opbouwen, het moet modulair opgebouwd, het moet kunnen communiceren weer met andere aanbieders. Het moet geïntegreerd kunnen worden gewoon in web en app. Dus gebruik maken van een open webstandaard in ontwikkeling, noem ik het maar, is essentieel voor ons. Maar op basis van Solid, de belangrijkste leverancier op dit moment van datakluis servers is Imrupt en heeft een licentiemodel. Daar zijn wij niet zo enthousiast over. Maar op dit moment zijn zij nog niet geneigd om daarnaar te luisteren, misschien in de toekomst wel. Dus ik kan op dit moment niet zeggen dat alles in die infrastructuur open source zal zijn. Want de vraag is er in welk tempo ontwikkelt zich een open source alternatief dat het niveau aan kan wat nodig is. En dit wordt een van de vragen ook in het onderzoek. Dus in Vlaanderen begint men ook met onderzoek, een Solid for Media project. Daar is de VRT eigenlijk leidend in. Die hebben één belangrijke vraag. Die gaan wel gebruik maken van de infrastructuur van Imrupt. De vraag wordt, zoals de Vlamingen het mooi zeggen, wat is de performantie van het systeem? Dus hoeveel performance kan het eigenlijk aan? En dat is voor media nogal essentieel, want we hebben het bij datakluizen die uitgaan van transactiemodellen. Vlaams datanutsbedrijf begint met een diploma in je datakluis. En zeg, als je gaat solliciteren, dan heb je mooi al je papieren bij elkaar. En dan kun je in één keer inzage geven in jouw dossier. En dat is een mooi verhaal, maar hoe vaak doe je dat in je leven? Als je het hebt over media, als alleen al de basis use case die wij hebben gecreëerd, die gaat over nieuwsconsumptie. We hebben elke dag 56% van de Nederlanders op minimaal één nieuwswebsite of app. Dus je hebt het onmiddellijk over 7, 8 miljoen gebruikers per dag. Honderdduizenden tegelijkertijd op het moment dat er breaking news is. Dat is de schaal en performance die we aan moeten. Zeg? Ligt ook een beetje aan de granulariteit hoe je dat wil in. Met één nieuwsbericht kan je ook copyright zit eraan vast, misschien dan tientallen elementen die erin zitten. Nou, ik denk een van we zijn nog niet zo diep, zeg maar. Een van de basisvragen voor ons is gewoon al, wat hebben we nodig om te bouwen naar een systeem wat de schaal van miljoenen gebruikers op dagbasis aan kan, honderdduizenden gebruikers soms tegelijkertijd aan kan. En dat moet allemaal te doen zijn, alleen het is er nog niet. Het is nog niet bewezen. Dus het is bijvoorbeeld ook de... Ook dat wat Imrupt heeft staan is daar nog steeds niet op getest. Ik heb net één vraag gesteld, dus ik heb wel graag dat de vraag afgemaakt. Ja, gaan we dat doen. Ja. Wat, dacht die willen jullie zeker zien. Nou, ja. Eigenlijk bovenaan, hè? Jazeker. Kijk, uiteindelijk, wij kijken naar een persoonlijke data-infrastructuur rondom een datakluis. Ik zei al, onze focus ligt op declared data en behavioral data. En we hebben een groot vraagteken of er überhaupt identiteitsdata en verified data in die kluis terecht moet komen.
En onze voorlopige conclusie is eigenlijk waarschijnlijk niet. Want we koppelen liever aan bronnen die dat leveren dan dat we dat zelf erin gaan stoppen. Want anders ben je eigenlijk dingen dubbel aan het doen. En het is niet nodig, omdat eigenlijk zowel identity als verified data al wel redelijk goed voorzien is. Dus op het moment dat je de infrastructuur kunt koppelen aan dergelijke bronnen en daar of data, soms data kunt ophalen, maar vaker bijvoorbeeld de verificatie kunt ophalen die je in de kluis kunt opslaan, dan kun je in het samenspel van dit soort databronnen moet je de, wat we dan maar noemen, de personal data space kunnen creëren. Dus het persoonlijke data-ecosysteem. Wat dus breder is dan alleen maar onze dienst die wij willen ontwikkelen. Ja, Martijn, een beetje technisch, je hebt wel een persistent pseudoniem nodig. Dus een pseudoniem waar mensen weer op terug kunnen vallen, ook als ze hun apparaat kwijt zijn. Snap je? En wat ze kunnen bewijzen, dit is mijn pseudoniem. Ja. Nou, jij zegt dat zou een apparaat kwijt zijn. Hè? Dus dit is. Ik weet hoe Jivi in elkaar zit, hè? Maar dat zijn natuurlijk ook een van de vragen, denk ik, aan bijvoorbeeld de identity kant en aan de wallet kant is: wil je hem alleen maar opslaan op een apparaat? Of wil je hem toch uiteindelijk online opslaan? Ik denk voor het laten functioneren van het model, denk ik dat je uiteindelijk naar bronnen toe moet die online opslaan. Omdat mensen een groot deel ook van hun diensten nou helemaal niet alleen maar op een mobiel gebruiken. Wel een heel groot deel wel, maar niet alleen maar. Maar goed, ik denk dat dat is iets wat we in de komende jaren ook gewoon met elkaar moeten gaan uitvinden. Even in de manier waarop wij denken, nou dat is niet heel anders volgens mij dan een van de cases waar jullie ook naar kijken. Ook voor mediagebruik bijvoorbeeld is er een hele evidente casus voor het verifiëren van iemands leeftijd, namelijk de vraag of iemand 18 plus is, ja of nee. 18 plus geeft je namelijk toegang tot bepaalde content en tot bepaalde advertenties, waarvoor op dit moment de wetgeving zegt dat je die moet afschermen, bijvoorbeeld overdag. En dus er is content bij alle mediabedrijven die je alleen maar tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends kunt bekijken. Nou, dat vind ik sowieso wat twijfelachtig. Op het moment dat je kunt verifiëren of iemand 18 plus is, kun je die content natuurlijk op elk moment beschikbaar stellen als je het zeker weet. Wij hoeven niet te weten wanneer je geboren bent, we willen alleen maar weten of je 18 plus bent. Dus we hoeven eigenlijk alleen maar een agecoin van je vast te leggen. Checken in je identity wallet, vastleggen dat je 18 plus bent. Dat is hoe wij er ook naar kijken. Nu is de vraag wat er nu misgaat. Dat zal het zijn. Dat is de tijd om. Oh ja, volgens mij zijn we er weer. Ja. Dan moet ik niet terugklikken. Ja. Terug naar het plan. De rechterkant, het onderzoeken van toepasbaarheid. Nou, we hebben een aantal hypotheses hoe we waarde creëren voor zowel individuen als bedrijven. En bedrijven moet je ook zien als maatschappelijke organisaties. Alleen waardecreatie voor bedrijven wordt over het algemeen, uiteindelijk simpel uitgedrukt, in geld. Maatschappelijke organisatie gaat veel meer over hoe kun je waarde creëren vanuit je dienst. We hebben 8 onderzoeksgebieden gedefinieerd, of eigenlijk onderzoeksvragen die we onderzoeken. Daar liggen eigenlijk allemaal nu al concrete use cases onder die we gewoon kunnen ontwikkelen. In een pilot, in een grootschaliger experiment en op die manier eigenlijk kunnen aantonen of de waarde geleverd kan worden die we veronderstellen. Maar dit is ook een programma wat in de tijd loopt. Dus de eerste 2 zijn voorzien voor de komende 1 à 2 jaar. De derde waarschijnlijk ook. En dan gaan we verder in de tijd. Dus die use cases die eronder liggen, die zullen zich ook verder gaan ontwikkelen. Nou, focussen we eigenlijk vooral op de hoofdonderzoeksvragen die eronder liggen. Wat we proberen soms duidelijk te maken is ook welke waarde persoonlijke data heeft voor ontwikkelingen die, dat is op zich wel leuk, toen wij begonnen een half jaar geleden, hoefden we hier niet over te beginnen, omdat mensen naar het plafond keken en dachten, waar hebben ze het nu over? Nou, fijn aan ChatGPT is dat iedereen nu begrijpt welke ontwikkeling er gaande is. Nu wordt heel sterk gefocust op het generatieve karakter van AI. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het conversationele karakter van AI. En een conversationele AI is hetzelfde als een persoonlijke assistent. Dat is namelijk een AI die met je kan praten en als die je kent, dan gaat die jou aanbevelen welke content je moet kijken. Gaat die jou aanbevelen waar je het beste product kunt vinden. Gaat die voor jou, dus dat is een van mijn hoopscenario's, gaat die voor jou je vakantie samenstellen. Zodat je niet zelf meer elke avond achter het scherm hoeft te klikken. Uiteindelijk wordt die,
die AI wordt getraind op twee dingen. Eén taalmodel. Nou, daar is, daar kunnen we over discussiëren of de taalmodellen die ervoor nu gebruikt worden en de trainingsdata die ervoor beschikbaar gesteld wordt, de juiste is. Maar twee gaat zijn persoonlijke data. Dus waarom komt Google Bard niet naar Europa? Nou, Google Bard zei zelf vanwege de GDPR. Dat snap ik. Uiteindelijk is de vraag, als je nog mee wil doen in de digitale economie die aan het ontstaan is, die gedomineerd wordt uiteindelijk door conversationele AI, dan is de vraag simpel van wie is de AI en van wie is de data. En op dit moment is het allebei niet van ons. Als je in staat bent om die data dichter naar je toe te halen, jij vindt het te ongenuanceerd, maar ja, dat is soms ook de bedoeling. De samenwerking is inmiddels breder dan de vijf mediabedrijven. We hebben daar een aantal partners bij gehaald. Waag denk ik het meest dominant in het. Die gaan echt meehelpen ontwikkelen van de datanutsvoorziening. Key ook heeft daarvoor in het verleden het een en ander ontwikkeld. Yivi SIDN staat daar ook bij. We eigenlijk hebben afgesproken dat we al op concrete use cases gaan kijken. Hoe kunnen we die koppeling bijvoorbeeld met Yivi maken? Dus in een model zoals we dat straks voor ogen hadden. En zo proberen we eigenlijk die samenwerking steeds verder te verbreden en steeds meer partijen daarbij te betrekken, omdat we hopen gewoon een brede algemene nutsvoorziening neer te leggen. Waar staan we nu? Een van onze belangrijkste uitdagingen is natuurlijk om dit gefinancierd te krijgen. Heel veel mensen zeggen, ja, waarom kunnen die mediabedrijven dit niet financieren? Nou, één, het gaat om een miljoeneninvestering. Twee, het gaat alleen als je het sector breed doet. Dus er is geen concurrentieel voordeel. Drie, het is echt een hoogrisico-investering. Want het gaat om een concept, een technologie waarvan we zeggen, ja, hij is mogelijk, hij is binnen handbereik, maar het moet er nog maar komen. En of het ook daadwerkelijk de waarde genereert die we denken dat het kan genereren, dat moet eerst nog maar bewezen worden. Dus dat is ook waarom ook die mediapartijen ook niet zomaar miljoenen op tafel leggen hiervoor. Dus het is of, we hebben een aanvraag gedaan bij het Nationaal Groeifonds, om te kijken eigenlijk vanwege de maatschappelijke betekenis en de economische betekenis die het kan hebben, of we daaruit gefinancierd kunnen krijgen. Daarover horen we over ongeveer een maand, wat de uitkomst daarvan is. Als dat een nee is, zullen we moeten zoeken. Dan zijn we al een beetje in aan het verkennen naar alternatieve financiering om dit voor elkaar te krijgen. Ik weet niet meer of de sheets beschikbaar gesteld worden, maar dat kan in elk geval. Dan kun je zelf klikken. Ja. Dat is eigenlijk het leukste.